Age, luister eens. Ja, ik moest een beetje een lange babbel houden, want je hebt het zelf ook gemerkt, hè. Er zijn mensen die zeggen, waarom zoekt die AGM toch al die publiciteit? Ja, die zoek ik natuurlijk niet. Ze zoeken mij. Ze zoeken jou? Ja. Vanaf het moment dat bekend werd dat je zeer vervroegd de gevangenis mocht verlaten in Hoorn. Ja, vanaf dat moment. Wat is er toen gebeurd toen je eruit kwam? Nou ja, toen stond ook de heleboel stond vol, hè. We zijn eruit moeten vluchten. Ja. Ze hadden ook de weg, geloof ik, gebarricadeerd, hè? Ja, ook. En toen heb je een nogal roemrucht interview gehad met Theo Komen. Nee, die ken ik helemaal niet. Oh. Ik heb dus niemand een interview gegeven. Dat stond wel in de krant, maar... Ja, dat stond dus in de krant, maar dat is dus niet zo. Hm. En die foto hebben ze dus ook zo gemaakt. Ze riepen me. En ik kijk dus achterom en toen werd die foto gemaakt. Ja. Ben je het eens met alles wat zo de laatste tijd en de laatste jaren over jou is gepubliceerd? Nou ja, eens, ik kon er dus niks aan doen. De wet is gepubliceerd. Ik kan toch niks publiceren als ik dus vastzit. Nee. Dan spreek ik toch niemand. Nee. Je hebt je wegens zeer goed gedrag in de gevangenis er sneller uit weten te werken. Op legale wijze. Betekent dat nou dat je je nou iedere week nog moet melden of zo? Nou, ik sta dus nog wel onder toezicht van de reclassering. En dan moet ik me dus regelmatig noemen, ja. Ja, wat heb je nou gedaan in die gevangenis? Nou, ik heb geschilderd in de gevangenis. Nou, die heb ik hier staan, de schilderij. Ja. Die kunnen we even bekijken dan. Ja. Hele kleurige, non-figuratieve werken. Je bent een creatief man, heeft jouw reclasseringsambtenaar mij verteld, meneer Domen. Ja. Ook op schrijfgebied, hè? Je hebt een goede pen. Ja, ik heb een boek geschreven in de tijd dat ik vast zat. Dat heb je tijd nuttig besteed. Ik heb mijn tijd nuttig besteed, ja. Je zat niet alleen in de kast, maar ook in de kasten, hè, heb ik. Ja, ja, ik heb op een stalen kastenfabriek gewerkt. Tijdens die... Nee, tijdens dus de open gevangenis, ja, heb ik op een stalen kastenfabriek in Hoorn gewerkt. Wat moest je daar doen? Een oude kasten dichtmaken. Dat voor jou tamelijk ongebruikelijk, hè? Ja, maak ze meestal open. Ja. Dat heb je vanmiddag zelfs gedaan, hè, tijdens die persconferentie. Ja, ze wouden nou wel eens weten wat het was en zo. Ja, nou. Hoe noemden ze jou? De professor van de thermische lans of zoiets dergelijks. Zoiets, ja, ik weet het niet. Hè? Ik weet het niet. Ja, nou, die thermische lans, dat schijnt toch wel iets bijzonders geweest te zijn waar je mee werkt. Ja, dat is een duivels apparaat wel, ja. In welk opzicht onderscheidde jij je nu van, ja, collega, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè. Nee. Ik doe het liever op een relaxte manier. Ja. Wat versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. Ja, ik begrijp jouw verschil wel. Nee. Ethisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, je wil zeggen, die kleine spaarwurm die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegrooft. En die bank die kan het wel leiden. Daar zijn ze voor verzekerd. Ja. Die mening heb je dus gehuldigd ten tijde van je actieve periode. Heeft men in de gevangenis of heeft jouw reclasseringsman je niet geprobeerd op andere gedachten te brengen? Ja, daar ben ik voor zelf al gekomen. Ja. Ja. Ja, in welk opzicht? Heb je spijt? Nou ja, spijt. Je kijkt niet erg spijtig, moet ik nee. zeggen. Nee. Maar toch, zie jij niet heel scherp het verschil tussen mijnes en deines, hè? Als jawel. Ik het zo mag formuleren. Jawel. Zie ik wel. Ja, maar je hebt toen in de gevangenis verteld dat
je ertoe gekomen was? Nou, vertel het zelf maar. Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Hoe komt iemand daartoe? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets, hè? Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de Innerwet. Dan moest ik dus sluiten, omdat het pand niet geschikt was. En toen ben ik dus automatisch in de steun vervallen. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden steun. Maar als je 50 gulden huur moet betalen, dan is er weinig brood op de plank. Ja. Dat begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht. Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè? Ik moet om sommige van je antwoorden ook eigenlijk erg hard lachen. Het gevaar is natuurlijk dat door al deze publiciteit, en misschien door het boek, wordt ook een film over je gemaakt, geloof ik, hè? Dat je tot een soort held verheven wordt. En dat mag natuurlijk ook niet. Je hebt een zoon, geloof ik, hè? Ja, ik heb een zoon. Hoe heet die? Kleine Aag. Kleine Aag. Ik wou hem wel even zien. Er is wel een fotootje van hem in jouw boek. Ik zit al op het scherm te loeren of het prentje doorkomt. Hoe oud is Kleine Aag nu? Kleine Aag is 8, nou. Die is 8. Ik sta op de recorder te wachten. Je kunt het beeld van de recorder krijgen. Oké, ik heb dat wat vanmiddag is gepasseerd. Nou, dan gaan we nu even kijken, niet naar het zoontje, maar naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Hij heeft het gedemonstreerd voor de voltallige Nederlandse pers. Ja, geef je commentaar er maar op hoor. Was het een moeilijke kast? Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè. Wat dan? Nou, ze hadden een springbeveiliging ingemaakt. En dat werkt lastig? Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast niet open. Iedereen lachen natuurlijk. Ja, dat zijn wel fascinerende beelden. Agen gegaan, want ik ben gewoon doorgegaan. Ja. Dat deed je meestal, hè? Dat deed je meestal. Lijkt meestal wel, ja. Je hoeveelste brandkast was dit? Heb je enig idee? Nou, dat weet ik niet, maar het is wel de laatste. Ja, en dat is natuurlijk iets dat Agen, ik geloof dat je het Nederlands publiek geen groter genoegen had kunnen doen dan juist met dit antwoord. Je hebt je straf uitgezeten, je bent een vrij man in de maatschappij. Wat ga je nu doen? Ja, het is natuurlijk moeilijk na zo'n lange tijd om dus te gaan zeggen, nou ja, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Want je moet je dus nog oriënteren. Hè? Je bent dus zoveel jaar uit de maatschappij geweest en je weet dus niet meer hoe de boel dus ruilt en zeilt. Ja. Hè? Dus ik moet me even bezinnen. Hè? Even kijken welke richting eruit ga. Ik schilder dus, ik schrijf dus. Ja. Ik zou het ook leuk vinden om bijvoorbeeld een boutique voor kinderen, kinderkleding of zo. En ik hoorde iets van een pleziercentrum. Daar is je zoontje, neem ik aan. Ja. Dat is de kleine Agen. Ja. Oh, dat wou ik je daarnet vragen toen die foto niet kwam. Hoe denk jij nou dat je zoontje, als hij wat ouder is, 12 of 13, zal reageren op dit verleden van jou? Zal hij zich voor zijn vader schamen of zal hij het begrijpen? En leid je hem daarin op? Niet in het vak bedoel ik, maar in het begin. Kijk, alles wat een man dus doet voor een vrouw en voor een kind, dat doet hij dus voor het vrouw en het kind. Ja. Je doet het nooit voor jezelf. Ik bedoel, je gaat dus niet naar binnen om te zeggen, nou, dan vul ik mijn zak en ik ga lekker pieren maaien. Dat doe je dus voor je gezin. Ja. We hebben natuurlijk allemaal ook gevolgd je amoureuze escapade met een lid van, ik meen het Wassenaarse politiekorps. Rijswijk. Ja. Maar Helma is uit jouw leven verdwenen, hè? Ja, helemaal verdwenen. Weg. Foetsie. Het moet toch gekke gewaarwording zijn als je tijdelijk met die dame verkeert en ze trekt haar uniform aan om naar het werk te gaan, hè? Terwijl je door de hele politie gezocht wordt. Ja, meidje, vreemde zaak. Vreemde zaak. Daar kon je wel om lachen? Ja, natuurlijk wel. Ze hebben je wel ontzettend achtervolgd, dat begrijp ik.
Ja, er blijven toch nog wel een paar vakvragen over die mij mateloos boeien. Ik heb gehoord dat je bijvoorbeeld zo netjes altijd was als je een kraak ging plegen. Dat je de boel altijd zo netjes achterliet. Ja, ik veegde alles netjes bij elkaar. Daar heb je stof en blik bij. Ja. Heb je gelezen de laatste maanden dat in Frankrijk slimme jongens een tunnel onder het trottoir hebben gegraven en toen de bank hebben gekraakt, zowel in Nice als in Parijs? Schandalig, schandalig. Nou, die hebben wel privé-kluizen opengemaakt. Ja, die heb ik dus niet opengemaakt. Nee. Dat vind jij niet netjes dus om te doen? Nee, vind ik niet zo netjes. Nou, dat deden die Franse jongens dan wel. Wat is er eigenlijk met die 3 miljoen gebeurd die nog spoorloos is? Nou, je hoeft het niet hard te zeggen. Hè? Nee. Ja, die heb ik natuurlijk niet alleen gehad, hè, die 3 miljoen. Je had altijd collega's. Collega's, ja. Ja. En je spullen heb je ook nodig. Hè. Is het nou dat is niet allemaal geld. Ja, is het investering. Investeringen? Ja. Is het waar, of is het een grap dat jij, terwijl je in de gevangenis zat, een aanslagbiljet van de belasting hebt gekregen? Ja, van 100.000 gulden. Ja? Ja. Wat heb je toen gedaan? Hè? Wat heb je toen gedaan? Op mijn bord geprikt. Je hebt ze van die borden hangen. Mijn bord geprikt. Nou, je had dat natuurlijk niet, maar heb je een bezwaar aangetekend? Nee, maar waarvoor moet ik dat betalen? Nou, ik weet het niet. Ik had hoop dat je een appeltje voor de dorst zou hebben bewaard of zoiets. Dan kijkt hij me weer zo snel. Ik krijg hem niet uit zijn tent, dames en heren. Dat lukt me niet. Maar je zegt investering. Ik geef wel toe. Je hebt natuurlijk ontzettend veel tijd altijd besteed aan de voorbereiding van zo'n kaart. Ja, daar gaat dus enorm veel tijd in zitten. Ja. En ook vaak nachtwerken. Ja, dat is inderdaad een bezwaar daarvan. Oké, Hagen, ik geloof dat de mens, de Nederlander, je nu toch iets beter heeft leren kennen als iemand met een heel vriendelijk gezicht en een zeer groot gevoel voor humor. Toch zal ook jij je afschuwelijke momenten wel gehad hebben in de gevangenis. Ja, dat heeft iedere gedetineerde. En toch zul je ook wel eens angst hebben gehad als je met dat rare vak bezig was. En nu zie ik een heel lief kopje op het scherm. Mogen we vragen wie dat is? Dat is Henny. Dat is mijn meisje, ja. Aha. Is dat de toekomstige bruid? Ja, denk ik wel, ja. Nou, dan is er in alle opzichten reden om de toekomst van AGM, dames en heren, met vertrouwen tegemoet te zien. Hij zegt, ik zal geen kasten meer kraken. Hij gaat met Henny een nieuw leven beginnen. En ik ben hem dankbaar dat hij op zoveel vragen die menigeen thuis ook aan Aga had willen stellen, zo openhartig heeft geantwoord. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn komst en ik hoop dat je de komende dagen wat minder geplaagd wordt door de pers, de publiciteit en mensen zoals ik. Ja? Ja. Heb je nog verdere boodschappen tot het Nederlands volk? Een vraag om met rust gelaten te worden in een restaurant of wat ook. Ja. Ja, het is al 4 jaar lang rustig geweest. En dan ineens al die herrie. Dan hou je wel van je rust natuurlijk. En ik ben ook helemaal niet. Ik hou ook niet zo van sensatie en al die drukte. Maar ja, goed, je moet er toch doorheen. En de mensen blijven dus toch vragen: wat is dit en wat is dat? En daar heb ik dus, dacht ik, vandaag wel antwoord op gegeven. Ja. En ik ga dus verder rustig het leven door. Rustig leven, dat rustig wil aan hebben. Ja. Oké, ja. Ik wou dus verder nog de groeten doen aan mijn kameraden op Schijveningen en in Hoorn. En bij de kastenfabriek. Ja. En laatste punt nog, wat ik bijna zou vergeten. Hoe denkt AGM over het Nederlandse politieapparaat? Nou, die mensen die moeten er dus zijn, hè? Natuurlijk. En anders zou ik dus bij wijze van spreken ook niet veilig over straat lopen of wat dan. Nee. Ik bedoel, ja, dat kan toch. Er gebeuren ongelukken, er gebeurt van alles. Politie is dus nodig. Ja. Anders zou dus maar je hebt respect voor hun werkwijze? Jazeker. Ja. Waarom niet? En je staat op goede voet ook met de politie? Menselijk gesproken? Nou, menselijk gesproken wel, ja. Oké, als je straks weggaat, rijd niet te hard. En ik wou u dus nog het boek geven. Oh, fijn. Hartelijk dank. AGM.
Nieuw, de Regis...